Suzanne uit B&B Vol liefde waagde de sprong naar Schotland om het hart van Robert Jan te veroveren en met succes. De twee werden stapelverliefd op elkaar. Tijdens de reunie van het programma onthulden ze dat ze nog steeds gelukkig samen zijn. Inmiddels gaan de geruchten online in rap tempo rond en één speculatie springt eruit: staat er misschien een huwelijk op de planning? In een bericht op haar social media reageert Suzanne met humor op de wilde verhalen. Grappig wat mensen allemaal bedenken. Bij haar bericht plaatst ze een ingezomde foto van haar hand, waarop een opvallende ring zichtbaar is. Fans vroegen zich al snel af of dit een verlovingsring zou kunnen zijn, en er werd zelfs gesuggereerd dat het stel al een weddingplanner zou hebben ingehuurd. Suzanne zelf gooit daar echter meteen een stokje voor: allemaal onzin natuurlijk. De waarheid achter de ring is veel persoonlijker. Suzanne vertelt dat het sieraad geen verlovingsring is, maar een dierbare herinnering aan haar moeder. Deze ring draag ik altijd bij me. Zo voelt het alsof zij nog een beetje bij is, legt ze uit. Nu de reunieaflevering van BB B vol liefde achter de rug is, kunnen Suzanne en Robert-Jan eindelijk in alle openheid van hun liefde genieten. Het stel hoeft zich niet langer in vermomming door het leven te bewegen of gescheiden te reizen. We zijn zo blij dat we nu samen ons leven kunnen ontdekken, zonder geheimen, schrijft Suzanne. Dit avontuur was een droom die uitkwam. Ik had het misschien niet durven verwachten, maar wel gehoopt. Een schot in de roos, mijn schot in de roos. Met deze liefdevolle woorden lijkt Suzanne duidelijk te maken dat, hoewel er, voorlopig, geen trouwklokken luiden, de toekomst er rooskleurig uitziet voor haar en Robert Januari. De online geruchten mogen dan wat voorbarig zijn, de liefde tussen hen is niet te ontkennen.